Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Ik ben hier samen met Jordi van de Subpar Guys. Ja, doe. We gaan iets heel leuks doen. We gaan de Pokémon Let's Go Eevee en Pikachu. Heb jij de Pikachu versie of de Eevee versie? Eevee. Ik heb volgens mij exact dezelfde versie als jou. Ja, de Let's Go Eevee Soul Link gaan we doen. Het enige waar ik nu inderdaad heel even aan denk van, als wij een Soul Link gaan doen, dan kunnen die Eevees eigenlijk ook niet gepaard zijn, toch? Het is de partner in dit geval. Je kan niet kiezen, dus. Zelfs okay. als je gaat Jello gaat Soul Linken. Ja. Het kan niet anders. Nee, precies. Oké, ik snap hem. Begin game. Presented by Game Freak. Yo. Echt, als er ooit gaat staan presented by Monolith of presented by Bandai Namco en het is een main game, nou, dan breekt de pleurs denk ik uit. Nee. Nou, ik heb deze game alleen toen die net uitkwam gespeeld en heel even om te shiny hunten, maar daarna heb ik hem echt niet meer aangeraakt, dus we gaan het zien. Ik had mijn save gedelete van de Professor Elm Challenge die ik deed met Harm destijds, dus de enige mond die je nog op zat was mijn partner Eevee. Oh, oké. Okay. De rest was allemaal in mijn home-account gezet. Oké. Okay. Daar zit nu een hele living decks op van deze game. Ah, oké. Okay. Ah, dat is wel fijn om ergens gestort te hebben, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb de living decks, tenminste ik heb alle Pokémon's van deze game, omdat ik natuurlijk de Shiny Charm wou, ook allemaal gevangen. En die heb ik ook allemaal naar Pokémon Home gezet voor de living decks, zeg maar. Even kijken. Ik mag mijn rival een naam geven. Oh, ik ben nog even mijn character aan het selecteren. Oh, nou ja, het is geen race, hè? Dus dan maak je niet zelf. Nee, precies. Zo. Vind je niet raar dat je dit speelt met één controle? Jawel, het voelt heel raar aan. Eerlijk is eerlijk. En ik denk ook dat het eventjes weer wennen wordt hoe je Pokémon's vangt en zo. Überhaupt de mechanics ben ik helemaal vergeten. Ik heb wel gewoon zin in het feit dat je gewoon zo'n random shiny in de overworld ziet, zeg maar. Mm. Ik hoop dat dat per ongeluk gaat gebeuren bij een van ons. Dat zou ik wel vet vinden. Ja. Hoe noem jij ook je als het bij jou gebeurt. Hoe noem jij je rival? Jordi. Dan noem ik die van mij Milan. Nee. Wat wil je vragen? Nee, ik wou niks vragen. Ik wou zeggen van, ik zou het ook gewoon vet vinden als dat bij jou gebeurt, zeg maar. Mm-hmm. Alleen de... Om de ja? Nou, het is... Tijdens die Professor Elm Challenge zijn er twee keer een shiny voorgekomen. Eén keer net buiten recording en eentje letterlijk in de postgame omdat ik op haar moest wachten. Oh, echt? Ja. Hoi, oh, ja. Nou, de allereerste was gewoon dit. Ja, oké, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Oké, prima. Nou, ik zit tegen hem van prima. We sluiten het boel af. Is goed. Nou, ik wacht tot Elgato klaar was. Spawnt er letterlijk een Venomoth. Een shiny Venomoth. Wel een mooie shiny Venomoth. Het is wel een mooie shiny, ja. Ja. Venomoth is ook nog best wel een lage spawn rate, toch? Hmm. Zou leuk zijn. Maar hoe werkt een shiny class met een Soul Link eigenlijk? Je vervangt de party de pair naar keuze. Oké. Dus de shiny is eigenlijk gewoon een uitzondering op de regel. Ja, een soort joker. Ja, daar kan je gewoon voor inzetten. Maar ja, als we toch even over de regels... Wil jij de Soul Link regels uitleggen voor deze serie, of zou ik het doen? Ja, als jij me daarin ondersteunt, zeg maar. Ja. De Soul Link regels zijn, we mogen in elke route, eigenlijk net als in een gewone Nuzlocke, een Pokémon vangen. Normaal is dat de eerste encounter, maar aangezien het hier overworld spawns zijn, is het de eerste paar Pokémon's die poppen, zeg maar. Daar mag je er eentje uit kiezen. Alleen mogen we geen overlappende types hebben. Behalve met de partner. De partner die we gaan gebruiken is Eevee. Dus we hebben allebei een Eevee straks in ons team. Ik moet hem nu denk ik al vangen. Ja. Ja, ik moet hem gaan vangen. Maar we mogen dus geen overlappende types hebben in de pairs. Mochten we nou per ongeluk een Pokémon moeten vangen van die type, zeg maar. Dan moeten we hem storen totdat misschien dat pair doodgaat, zeg maar. Ja. Dat zeg ik goed, toch? Ja, ja of bij wijze van ik pak even een voorbeeld. Jij en ik hebben de exclusive Bellsprout, volgens mij. Of Bellsprout of
orde is. Ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal meer. Mm-hmm. Maar stel nou, ik vang een... Ik ben ook even de controls vergeten van hoe je dit ook weer moest. Ja, ja. De controls is wel echt een feest, ja. Oké, wacht even. Het is even, want je moet de controle, je moet een van de, ik ben even vergeten of je de bumper of de trigger in moet houden. Waarvoor? Voor het gooien, want hij pakte mijn gooien even niet. Oh, want moet je daar een knopje voor inhouden? Ik heb gooi geen idee. Ik heb geen idee meer. Nee, volgens mij hoef je gewoon alleen je controle te bewegen. Ja, oké. Okay. Even terug wat ik zei. Stel nou, ik vang een Rattata, jij vangt een Oddish. Mm-hmm. En op de volgende route vang ik een Weedle en jij vang ik een Oddish en jij een Weedle. Dan mag die Oddish niet in het team, tenzij jij zegt van, hey, weet je wat, ik wil toch liever een Weedle in mijn team hebben dan een Oddish. Dan doen we het zo. Dan verwisselen we het en dan kunnen we het pakken. Want het is uiteindelijk toch gewoon kijken naar welke pair is op dat moment het beste voor ons beiden. Ja, precies. Ja, ik heb één keer eerder volgens mij een Sol Link... Nee, ik heb wel een keer een Sol Link gedaan, maar niet op dit kanaal. Dus voor dit kanaal is het volgens mij de eerste Sol Link. Mm-hmm. Ik heb het voor Sander's kanaal wel een keertje gedaan. Toevallig ook Gen 1. Ja. Maar dit is wel heel anders spelen. Ik vergeet wel hoe mooi deze game er eigenlijk uitziet als ik ernaar kijk. Het is wel mooi. Het is wel mooi. Eigenlijk wel, ja. Stiekem wel, ja. Ja, ik weet niet. De cel shading in deze game ziet er gewoon heel mooi uit. Ja. Ja. Ja, het is wel echt een mooie game. Laten we Eevee een nickname gaan geven. Hoe zal ik hem eens noemen? Ik ga toch vragen. Ga je voor een naming theme? Ik ga nooit echt voor een theme, maar de kans dat er Harry Potter karakters in zitten is altijd erg groot bij mij. Okay. Maar het is geen guarantee, maar het gebeurt wel. Ik weet nou niet of het nou een meisje is of niet. Dat weet ik ook niet. Je kan trouwens gewoon elke Pokémon elk moment van de tijd nicknamen, ja, toch? Ja, precies. Volgens mij is de standaard van ons altijd een female, volgens mij. Maar weet ik niet meer zeker. Oké, ga ik even kijken wat het is. Oh nee, ik heb een mailtje. Een mail. Change name. Ik had het per ongeluk weggeklikt, omdat normaal staat er altijd bij in als je een nickname gegeven welke gender die is, maar het stond er ik nu niet bij. Ik heb een female. Ah. Oké. Okay. Zo. Zo, dus de eerste Sol Link pair is gemaakt. Jazeker. En dat betekent zeker ook dat we tegen de rivaal moeten gaan vechten, of niet? Welke Pokémon heeft hij dan? Pikachu. Was ik wel te verwachten eigenlijk, maar... Ja, ach. Het is wel zo, de Sol Link gaat pas van start wanneer wij balls hebben. Ja, ja, dat is net als met de Nuzlocke. Want verder, dat heb ik nog niet gezegd, zijn alle standaard Nuzlocke regels, zeg maar. Ja, dood is dood, nicknames, één Pokémon op iedere route. Ja. That's it. Ja. En Shiny Class, Dupe Class en Species Class natuurlijk geactiveerd. Yep. Ik moet alleen straks heel erg wennen dat Pokémon's die later een Evolve krijgen, dat die in deze Pokémon, als het een latere gen is, geen Evolve hebben, zeg maar. Ja. En dat is nog steeds een van de jammerige dingen van deze game. Want ik had gewoon gezegd van, weet je wat? Oeh, Scyther. Oh, kut, geen Sizzle. Ja, precies. Dat is wel echt heel erg jammer. Dat vind ik hetzelfde als met Golbat. En met Onyx en dat soort Pokémon's. Rhydon. Ja, Golbat blijft altijd het standaard voorbeeld wanneer het gaat om latere gens. Mm-hmm. Want het, naar verhouding is het een van de makkelijkste om... We hebben nog geen Pokéballs, toch? Nee. Volgens mij niet, nee. Volgens mij is het iedere keer toch hetzelfde, dus... Ik zag een Bellsprout lopen. Fix the parcel en dat is het. Ja. Alleen, dus wat zou er gebeuren als je nu tegen een wilde Pokémon aanloopt? Want dit is geen battle, maar je hebt ook geen Pokéballs, toch? Ik ga het even checken, want voordat we een fout maken, weet je wel, dat zou heel jammer zijn. Catching Pokéballs. Ja, we hebben 50 Pokéballs. Oh, dus de run begint al eigenlijk al. Ja, en ik zag de eerste Pokémon die ik zag was een Bellsprout. Nou. Oh, shit, ik ben per ongeluk tegen een Pidgey aangelopen, dus die moet ik. Ja, heel jammer.
Nou ja, ik ben eigenlijk het hele ding doorgelopen zonder te praten, zonder iets te doen. Dus ik vang zo meteen wel even iets. Dat is goed. Oké, ik heb de Pidgey. Oké, Pidgey. Nou ja, ik vind normal flying vind ik altijd zo van... Ja, daar pak ik gewoon de flying type van, want er is niet echt een primary flying type. Nee, oké. Ik snap wat je bedoelt. Maar dat is het enige waarvan je daar kan zeggen van oké, dat is pure flying, is of tornades. Nou, ja. Succes. Of Rookidy. Nou, ja, ook precies. Succes. Dus ja, normal flying vind ik in deze situatie altijd zo van, je pakt gewoon de flying type ervan. Ja, oké. Prima. Oké, ik ben in Viridian gekomen. Deze game is echt mooi, wauw. Waarom wist ik dat niet meer? Dat is, ik heb zeg maar het begin ook alleen maar gespeeld toen ik hem net had gehaald. Ja. Daarna ben ik alleen maar gaan shiny hunten, zeg maar. Mm. Ja, op zich, deze game is wel een van de makkelijkste om te shiny hunten, volgens mij. Ja, het is niet echt... het is vooral, je moet stilstaan en niks doen, zeg maar. Oh, ja. Je wordt gewoon geteleporteerd naar Professor Oak, what the fuck? Mm. Oké. Kijk, en dat zijn van die mooie kwaliteiten waarvan ik denk van, prima. Ja, ja. Zou het ook uit kunnen halen. Ja, precies, ja. Nou, ik ben benieuwd welke Pokémon jij gaat kiezen voor... Nou, ik heb niks te kiezen, dat is een beetje het hele punt. Oh. Kijk, het enige probleem wat we zo meteen gaan krijgen... Mm-hmm. is als het een Rattata is, ben ik klaar. Want dan is het meteen... Nee. Meteen in de box met die twee. Ja, wil je geen Rattata gebruiken? Eevee is toch iets beter. Oh ja, natuurlijk. Dat kiezen we dan als normal, zeg maar. Oh ja, yeah. Ja, ja. Want Eevee is een beetje een apart geval, maar het is wel zo met Eevee. Eevee is en blijft een normal type. Mm-hmm. Ja. Ja, nee, ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Er zit natuurlijk wel wat in. Ik ga heel eventjes mijn Pidgey een naam geven. Change your name. Ja, helemaal goed, klaar. Ja, vergeet niet om de Eevee veel aandacht te geven. Ja, ga ik zeker doen. Ja, mhm. Oké, Pidgey heb jij al, dus ik mag, kijk, je mag ook geen Soling maken met dezelfde pair. Ja, Rattata. Ja, was dat de eerste die je zag? Nou, de eerste die ik zag was Pidgey, maar de Soling mag nooit dezelfde zijn. Nee, behalve dan met die Eevee die we allebei hebben, omdat we geen keuze hebben. Toch? Ja. Misschien is het handig dat we de Pokémon's die we vangen... wel even op dezelfde plek in de box zetten, zodat we ook weten wie met wie gepaard is. Je zegt mooi, dezelfde plek. Oh. Welke box? Ah, je hebt toch een box, zeg maar? Ja, je hebt een box. Dus als je die vooraan zet, dan zit die met dezelfde als bij mij vooraan, zeg maar. Ja, klopt. Ik moet echt iets verzinnen om dat gooien iets beter te doen, want hij pakt bij mij het gooien niet heel lekker. Oké. Of moeten we ergens eventjes opschrijven wat onze pairs zijn? Ik denk niet dat het nu nog nodig is in het begin. Ik denk dat aan het einde van iedere part even... Ja, precies. ...het opschrijven. Nou. Stel die Eevee zou nou doodgaan bij mij. Dat zou kut zijn. Maar ik heb gewoon hoor. Maar ik zit nog even niet in mijn hoofd dat ik een Nuzlocke aan het doen ben. Oeh, mijn special attack ging omhoog. Een quick attack. Ik haat Nintendo soms echt. Wat? Ik mag je naam niet? Ja, ik mag de naam niet invullen. Ik heb grape, dus druif. Mag oh, niet. Maar... Ja, omdat er rape in staat. Ja. Dan is het maar druif de... Rattata. Yes. Dat betekent dat ik mijn Pidgey moet gaan boksen. Ja. Remove van party. Ja. Oké, let's go. Dat is de volgende route voor mij. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat was ik ook vergeten. We doen om en om...
Oh, ik moet zeker eerst naar, je moeder toe, of niet? Of is dit je moeder? Oh, sportswear. Woep woep. Ja, kan je kinderen kleren, kan je Evie kleren geven? Joepie. Ik vind het wel iets hebben hoor. Mm-hmm. Ik vind customizen sowieso altijd wel leuk om te, als optie te hebben. Ja, character customizen vind ik wel leuk, maar met Pokémon hoeft het van mij niet. Ik vind het wel leuk dat ze een beetje de Pokéball customize gaan upgraden, zeg maar, in de nieuwste. In de Diamond and Pearl remakes. Ik heb een potion van de markt for you. Of is het een meneer? Oh, het is een meneer in deze game. Ja. Als dat een vrouw is, dan. Het is een meneer. Dan is de operatie goed gelukt. Ja, precies. Oh, opeens staat hier een trainer. What the fuck? Ja, die stond er net ook al. Alleen nou wil je vechten. Ah, oké. Okay. Ik vind het ook zo mooi dat je ook gewoon die consequent pokeballs krijgt van trainers. Ja. Ja, je zal niet omkomen in pokeballs. Nee. Want dat komt ook omdat dat natuurlijk de gimmick van deze game is. Yep. En het is ook zo van, catch levert je experience op, alles levert je gewoon experience op. Ja. Tackle. Eén waar we wel rekening mee moeten houden bij sommige stukken is dat niet alles we direct door kunnen. Want bijvoorbeeld zometeen brok moeten we iets hebben wat of een grass of een water type hebben nodig. Oh, echt waar. Oh, dat is kut. Ja. Route 22. Ja, jij gaat naar route 22? Nice, dan kom ik er zo aan. En Nidor en Meel. Oké. Dat is primary... Poison? Ja. Gaan we kijken wat er bij mij komt. De dupes, is het zeg maar dupes voor ons allebei? Of stel ik kom als eerste een Rattata tegen, dan moet ik die Rattata wel vangen? Ik zou zeggen dupes. Om ervoor te zorgen dat we niet allemaal pers hebben waar we geen kruk aan hebben, zou ik zeggen dupes zijn gedeeld. Ja, oké. Okay, dus als ik Rattata tegenkom, dan is het een dupe en hoef ik die niet te vangen. Ja. En net hetzelfde voor jou met de pitchie, zeg maar. Maar het mag wel. Het mag wel, ja. Ja. Oké, ik ben ook in route 22. Heb jij al een Pokémon tegen? Oh yeah, jij was ja, die Nidoran. Ik heb die Nidoran mail kunnen vangen. Ja, oké. Okay. Kom helemaal... Oh, een Spearow, wauw. Het is een flying. Dus... Ja, dat is waar. Oh ja, één ding wat we niet mogen gebruiken is die twee player co-op ding. Nee, oké. Okay. Ja, dat had ik ook niet. Was ik ook niet van plan, zeg maar. Maar goed dat je dat zegt. Toch even, als je offscreen wil grinden en je gaat twee player doen, dan mag het wel. Ja. Ik heb de Spearow in ieder geval. Nice. Eerste pair is dus. Eerste echte pair is dus binnen. Nice. Op zich een prima pair. Vero. Mm-hmm. Spearow is altijd wel een leuke. Dan gaan we hem even een naam geven. Dat is wel irritant dat dat niet meteen kan. Ik snap wel dat ze dat voor convenience hebben gedaan hoor. Maar het is nu even lastig. Hoe zal ik hem eens noemen? Wil je tegen de rival vechten of zullen we doorlopen naar Viridian, volgens? Is hij moeilijk, denk je, de rival? Ja, ik weet niet. Normaal zou je ook een paar wild Pokémon's hebben gekillt voor wat experience. Ja, precies. Dus ik kan zeggen, laat maar. Ja, ja. De game is makkelijk, maar laten we niet al te veel ingewikkelde dingen doen. Ja, ik snap hem. Oké. Okay. Hoe heb jij jouw Nidoran genoemd? Orange. Even kijken. Orange? Oké. Okay, okay. Ja, Eevee heet Peaches. Rattata had ik grape willen noemen, maar dat kan dus niet. Oh, ik snap hem. Ik zie je team. Ja, en de vorige keer was het ontbijt, dus ja. Wow, in deze game... Er liggen wel een geheime item, ik wou wel zeggen. Een potion! Die gaat vast wel pas komen. Oké, okay, ga ik dan naar route 2 voor... Ja, jij gaat naar route 2. Ik ben alleen bang dat een beetje route 2 een beetje een kut... ding wordt. Ik hoop gewoon dat ik een Bellsprout kan vangen. Dat zou ik leuk vinden.
En ja, toch even één ding, ik moet er bijna een Bellsprout gaan vangen voor zometeen, ja. Maar... Oh, Weedle. Oh, Weedle wil ik echt in mijn team. Ik ben Weedle, echt een Weedle fan. Okay. Maar dan weet je misschien wel dat ik wel van Bellsprout. Ja. Oh, nice. Hé, hey, wie in het team dat kan? Sommige mensen weten het misschien wel, maar ik ben wel een fan van Beedrill. Dus ik ben erg blij met deze Weedle. Mm-hmm. Krijg je niet ook de Megastones in deze game? Ja. Ja, oh, dat is wel nice. Sommige Megas kan je alleen maar krijgen bij Elite 4. Mm-hmm. Dan kan je ze kopen. En sommige Megas kan je eerder krijgen. Oké. Party? Weedle? Bellsprout. Ja, schiet dat mooi op zo. Even kijken. Nou ja, Bellsprout heb ik een hele makkelijke naam voor. Oeh, banana. Een banana. Ik snap hem. Oké. Oké, dan is het Viridian in Forest tijd, hè? Yup. Ik ben alleen bang dat Viridian in Forest een beetje een saaie plek nu wordt. Want we hebben alles al gevangen wat je een beetje kon vangen. Ja, Caterpie, eventueel. Jij had al een Pidgey, hè? Ik heb al een Pidgey, ja. Caterpie is mijn eerste. Weedle had je al, Caterpie had je al. Ik zie ook al een Kakuna, dus ik val een beetje onder de species class. Met een beetje geluk kan je Bulbasaur vangen. Ja. Dat zou wel op zich wel top zijn. Ik ben in ieder geval al met de Caterpie bezig. Yep. Ja. Dan ga ik maar gewoon rondkijken. Ook Caterpie. Weer een Weedle. Ik zag ook gewoon een Beedrill rondvliegen. Zo van, voor mij is een Bulbasaur minder rare dan een Beedrill. Dus ja, dat klopt, ja. Goed erin. Ik loop maar wat rond en ik zie het wel. Caterpie. Dan ga ik zijn naam even aanpassen. Change your name. En ondertussen doe ik maar gewoon wat trainers. Want het duurt toch wel even voordat je iets tegenkomt. En op zich, een Bulbasaur is wel leuk. Alleen, ja. Voor mij kan ik hier Pikachu krijgen. Ook in deze game? Volgens mij wel. Oh, dat zou op zich wel nice zijn. Want hier is het ding, als ik Bulbasaur vang, dan moet of de Bellsprout weg. Of laten we de Bellsprout erin zetten. Dat klopt, maar de pair die je gaat vangen, moet sowieso één van de twee moet weg. Omdat ik nu een Caterpie en een Weedle heb, dus dat kan sowieso niet. Precies. Ik had te laat in de gaten, dat is een Pikachu. Ah. Ja, soms kan ik het heel slecht zien vanwege dat rode. Yeah. Ja, Pikachu, kom hier. Oh, dan ben ik wel benieuwd voor welke pair je wil gaan. En dan ga ik toch liever voor de Bellsprout. Snap ik ook met de eerste gym in gedachten. Ja, en dan zou ik voor jou even zeggen van probeer ze zo meteen even een Bellsprout te... Ja, in de volgende route. Nou, ja. Ik heb al een Bellsprout, dus ik heb dat probleem niet. Alleen jij moet een... Nou ja, sowieso, als we soms de Viridian Forest uitkomen, ja. Is het exact dezelfde route waar je de Weedle hebt gevangen. Dus dan mag het alsnog niet. Oh ja, dus ik moet sowieso even een Bellsprout vangen en dan aan dat gastje laten zien, zeg maar. Ja. En dan kan ik hem daarna gewoon releasen, zodat hij niet in mijn box blijft. Precies. Zit Bellsprout ook in deze forest, of niet? Ja, het zit ook gewoon in deze forest, dus... Oh ja, ik zie hem al. Oké, dan ga ik die wel even vangen. Dan, alleen maar mooi. Zo. Oké, Apple, de Pikachu. Jij gaat mooi even in de box. What's a flot? Let's see. Oh, level up. En dan gaat nou even tempo eruit. Ja, nu is het kwestie van trainers verslaan. Yep. En dat blijft op zich nog wel steeds wel mooi. Dit. Ook al krijg je experience van catchen. Mm-hmm. Trainers zijn altijd nog
steeds de beste totdat je eigenlijk chances kan... Ja, is het zo? Ik dacht dat je in deze game echt veel minder XP van trainers kreeg dan van catchen. In het begin niet. Later wel. Okay. Maar ja, dan kan je ook veel betere dingen vangen, hè? Ja. Later is de beste plaats gewoon Cerulean Cave. Gaan we chances chainen. Ja, precies. Want ik ben niet helemaal goed meer, maar volgens mij was het als volgt. Vang dezelfde mon iedere keer. Je krijgt experience in bepaalde iteraties. Dan ja, krijg dat klopt. Dan krijg je meer experience wanneer het een tiny of huge is. Hoeveel is de chain het is en wat jouw ratio is. Dus great, excellent, etc. Ja. Mm-hmm. Boy, ik kreeg gewoon 3 pokeballs van die trainer. Nice, ja, dankjewel. In pokeballs komen zo meteen niet om. Nee, precies. Tot nu toe heb ik ook volgens mij alleen nog maar elke keer meteen gecatcht. Dus. Ja, ik niet. Ik ben echt aan het winnen, even aan het throwen. Maar ja. Oh ja, ik heb er 1 keer naast gegooid, inderdaad, ja. Maar hij is nog niet free gebroken, zeg maar. Om het heel eventjes op zijn slechte Engels te zeggen. Bij mij ook niet, nee. Nidoran. Erg, maar het is een hele generic Pokémon, maar hij is altijd goed. Mm-hmm. Zeker als hij straks Nidoking is. Mm-hmm. Of Nidoqueen, ik weet even niet meer welke je hebt. Het is something King. Nou. Ja, soms prefereer ik King, soms prefereer ik Queen. Ik weet nog, in mijn allereerste Pokémon game die ik speelde, was Pokémon Leaf Green, had ik zowel Nidoking als Nidoqueen in mijn team. Het helemaal is, niet handig, maar ze gewoon wel goed. Ja, en dat maakt eigenlijk met die beiden maakt dat geen kloot uit. Oké, volgende trainer. Ik weet nog wel toen ik dit met handen deed voor de eerste keer. Oké, pad 1 klaar. Oké, nu gaan we op zoek naar Bulbasaur. Nee. Maar dat hoeven we nu niet te doen, omdat het natuurlijk een Soul Link is. Ja. Ja, ik heb zelf mijn parts altijd rond 30 minuten. Daar zitten we bijna op. Ja. Ik vind het... Ja, dat is verder niet interessant voor de kijker. Maar ik vind het persoonlijk wel meestal handig om de opname te stoppen na een aflevering. Als je dat goed vindt. Ja, ik ben zelf altijd meer fan van het gewoon door laten lopen. En dan gewoon met klappen het eruit halen. Ja, maar ik met editen zeg maar, het kost mijn programma veel langer zeg maar om die video elke keer helemaal erin te zetten zeg maar. Oké. Nee, prima, dan is het gewoon per 1 keer. Het is voor mij altijd zo van, ja, het is ook een beetje afhankelijk van wat je gebruikt hebt. Bij mij is het Premiere en die onthoudt altijd alles wat ik inlaat. Het is een beetje zonde van de... schrijf, want hij onthoudt ook echt alles. Dus ook op projecten die je al maanden niet meer hebt aangeraakt, onthoudt hij ook. Oké. Oh, oeps. Dus, therapy. Dus die laat echt alles weer opnieuw in. En dat met sommige dingen gewoon veel makkelijker. Ja. Maar als het per één part is, is het per één part. Mm-hmm. Oeh, nog een trainer. Dat is de laatste trainer van deze aflevering, jongens en meisjes. Even kijken, dit is mevrouw Jocelyn. Met de Pidgey van level 4. Ja, die ja. Ik ben benieuwd trouwens welke level de Brock heeft in deze game. Niet heel hoog. Mm-hmm. Want ik weet niet hoe hoog jouw Eevee nu is. 8. Ja, mijn ook. Alleen een beetje gesand attacked ten dode hier. Dat is wel jammer, ja. En klaar. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken. Het linkje staat in de beschrijving. De Subpar Guys. Ik ben ook soms aanwezig in wat series. Dus mocht je mij een coole jongen vinden, mij zie je daar ook. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.